Gisteravond zijn we aangekomen in Ruissen en vandaag de laatste dag voor de wedstrijd tegen Canada. We zijn nu in de belangrijkste kamer van dit hotel, namelijk de visiokamer. Kijk, daar hebben we onze visio Alewijn. Dag Daan. Alewijn, heb je er een beetje vertrouwen in? Ik heb er zeker vertrouwen in. Wat staat er op het programma vandaag, Daan? Vandaag doen we, dat is wel leuk dat je vraagt over ja. Alewijn. Vandaag doen we een korte video zo. Dan hebben we een krachttraining hier vlakbij. Ja. Een klein rustmomentje. En later op de dag nog een training in de wedstrijdhal. Kijk eens aan. Goeiedag. Tim, we lopen hier door Ruissen. Vind je het een mooie stad? Ja, zeker. Zeker, ja? Ja, er wordt wel wat gewerkt her en her, maar hier het centrum ziet er zeker mooi uit. Oké, okay. En wat loopt hier achter ons? Ja, onze fans. Onze die fans, we hebben al fans hier. Voor het hotel. Dat is een kleine kleuterklasje eigenlijk. Maar, en we zien hier wat bezienswaardigheden ook. Ja. Ziet er mooi uit, hè? Ja. Geen idee wat het is, maar... Wat gaan we nu doen, Tim? We gaan nu naar de krachttraining. We gaan naar de krachttraining, oké. Okay. Ja, een beetje loswerken. En dan kijken wat we verder nog doen. Ja, we zijn aan het krachttrainen. Je ziet op de achtergrond, de jongens zijn hard bezig. En hoe gaat het? Ja, bij mij goed. We zijn vol aan de gewichten en we gaan morgen de baan. Ja, dan gaan we door. Hard gewerkt, net getraind. Dus nu een lekkere pasta maaltijd voordat we een dutje gaan doen. Jongens, eet smakelijk. Smakelijk. We zijn aangekomen in de hal. Dit is de trainingshal. En ook de wedstrijdhal overigens. Ziet er geweldig uit. Park, zin om te trainen? Absoluut, altijd zin om te trainen. Kijk, Michael is er klaar voor, wij ook. Dus dadelijk na de training zien we elkaar weer. Next level. Onze dag zit erop. Morgen. De grote dag, we zijn er helemaal klaar voor. Wij gaan nu lekker slapen. Om 4 uur Nederlandse tijd, 5 uur hier spelen we morgen tegen Canada. Dus iedereen dat laatste uurtje van werk gewoon skippen, livestreampje aan. En moedig ons aan vanuit Nederland.